een spannende, spannende ochtend, beste vloggertjes. Want ik ben onderweg. Ik heb nog geen statief, dat is het probleem. Maar er wordt aan gewerkt, er zijn mensen mee bezig. Ik wou dus zeggen, spannende, spannende ochtend, people. Want ik ben onderweg naar een geheime locatie. Alwaar ik... Daar voor een rood licht, dus ik ga erop zeggen, spannende ochtend, want ik ga naar een geheime locatie waar ik een Facebook live ga doen en ga vertellen dat er een band komt spelen en dan ga ik een ticket weggeven voor de eerste die er is. Zo, doei! Voilà, we zijn geparkeerd. Dat is Karel. En dat is Simon. Kun jij niet de go geven met een dikpik? Queens of the Stone Age komen naar België. Het eerste ticket dat ik ga weggeven is voor diegene die nu naar hier komt. Pieter, je bent duidelijk een beetje aangedaan van de emotie. Het is het einde van de Facebook Live. We komen aan op de VRT. Ik heb echt keilang vakantie gehad. Dat is vogelstront. Valasse. Aangekomen op de redactie. Dag iedereen! Zeg eens hallo tegen mijn vlog. Ik maak een vlog. Hallo vlog van Linde. Dat is Kim Bijlaert. Ik zit op je plaats, maar je mocht op mij komen zitten als je erbij wilt. Ja. Wist je al dat ik een vlog maakte? Ik ben dus nu aan het vloggen, hè. Echt? Hallo? Jonas is de eindredacteur van de vooravond. Maar dat is wel dicht, hè. Oh. Ja, en je hebt een pestje. Ja, ik weet het. En dan hier de man met de snor. Dat is Stijn Vlaming. Vincent, ik heb een vlog. Is het weer, wacht, je staat nog niet scherp. Je staat wel scherp. Ja. Dat je wel scherp staat. Dag Stijn. Hallo. Ik maak een vlog nu. Wat is dat? Dus gelijk een blog, maar met video. Ah, zo van dus... vorig jaar. Vorig jaar deden mensen dat toch ook? Hallo, blij dat je terug bent. Ja, en dansen, dat is ook goed voor mijn views. Kijk, Eva danst. Is dat live of wat? Kijk, vloggers. Is dat live? Nee, het is voor een vlog. Ah, ja, ja. Ik vlog nu. Mag ik u een dansrubriek geven? Oh, zie ze. Oh, jolige ja, Eva. En... Nieuwe radioseizoen is nakend. En dus is er een fotoshoot. Hallo. Hallo. Kijk, Siska Scooters, ik ben mij aan het vloggen. Is dat waar? Ja. En waarom? Ja, dat weet nog niemand. We zijn hier weer aan het wachten. Deze keer op Bram Willems. Ik zal hem sms'en. In elk mediateam heb je een diva die altijd op zich laat wachten. Bij ons is dat Bram. Wacht, er staat zo één. Het is zo wat. Mislukte Steven van Herwegen. Oeh. Someone's excited. Roos? Ja? Wie roept er mij? Wow! Sorry. Het is niet erg. Dus... dit... ligt hier op het bureau van Stijn van de Voorde. Die vegge? Wat zeg je dan toe? Ik zocht uw paspoort. Nee. Ik zag gewoon uw boek liggen. Ga jij je bekwamen in stand-up comedy? Kun dat iets? Ja. Ik kom nog wel eens terug, ja. Hè. Ik ben mij aan het voorbereiden op mijn interview met Josh Homme. Ik denk dat ik mijn telefoonnummer ga geven aan Josh Homme. Zondag. Ik vind dat een lelijke. Een lelijke? Maar fijn. En er is los. Werken in de media is brainstormen natuurlijk. En vandaag brainstorm ik met deze mooie mensen. Daar herken je Booba. Ah, Booba, wacht. Zit juist een plekje op mijn camera. Ah! We gaan volgende week iets heel neig weggeven. Wat gaan we weggeven, Booba? Het is echt het beste in de wereld. Kijk de vlogger in de ogen en zeg het alsof je het meent. Het is het beste in de wereld. Het is zo'n kraantje voor bij je thuis, waar er altijd maar bolognese saus blijft komen. Dat is het! Oh, dat zou briljant zijn. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Wat? 37. Ik heb het gevoel dat we eigenlijk al afscheid moeten nemen. Zo. Zeg, waarom? Dat is een grapje. Bram. Kom Bram, we gaan op de radio. Vanaf volgende week maandag sta je dan ook weer op met deze twee zotten. Bram Willems, Linde Merkpoel. Hallo, goedemorgen. Hey.
kijken kan dus ook vanaf nu. Dat wil ik graag nog zeggen. Vreselijk want irritant. Straks om 12 uur gaat mijn vlog online. Dus ik vlog nu. Ik ben daar zelfs dus op dit moment mee bezig. En straks om 12 uur. Kijk, Kim, ik zoom nu op jou in. Dan kan je kijken naar de vlog. En dat wordt echt super. Dat wordt uw rol dus, hè, in mijn vlog. Negatief zijn. Negatief zijn over mij. Bedankt al voor deze eerste bijdrage. Om u te bedanken zal ik even inzoomen op uw kalende haarlijn.